Bingel is eigenlijk een soort een spel waar kinderen goed kunnen leren. Eigenlijk dat je spelletjes speelt, maar toch kun je goed leren over rekenen, taal, spelling, ankers, van alles. Het is wel echt, ja, het woord bingel, ze kennen dat allemaal, zal ik zo zeggen. De kinderen vinden het geweldig. Die zitten heel graag op bingel. Een heel interessant instrument om mee te werken. Ik gebruik dat vooral als remediering. Dus vorig jaar ben ik daar eigenlijk opgesprongen. En ik heb daar heel goed mijn gading in gevonden, vooral voorspelling. Ze doen dat echt wel graag. Amai, wat een mogelijkheden. Ontzettend grote aanvulling op datgene wat je in de klas kunt doen. Motiverend materiaal. Uitdaging voor de kinderen. Andere manier oefenen. Vernieuwend, speels, leuk voor de kinderen. Je kan er heel wat leuke activiteiten op plannen voor de kinderen, zodat ze gedifferentieerd huistaken kunnen maken of voorbereidend kunnen werken voor de leerstof al op voorhand mee kennis te maken. Dus op het moment dat de kinderen daar zelfstandig mee bezig zijn, heeft de leerkracht tijd om met de andere kinderen bezig te zijn. Als je zelf als leerkracht moet gaan differentiëren, is het echt gaan kijken op iedere toets, welk blaadje kan ik erbij steken. Dan is het in mappen beginnen bladeren, hier dat en dit. En wat je dan vaak doet, is groepen van kinderen een beetje samen nemen. Tegen hier kan je echt wel kind per kind individueel gaan werken. Als je weet dat bepaalde kinderen het moeilijk hebben binnen bepaalde domeinen van wiskunde, kan je hen al prikkelen door op voorhand een paar activiteiten met hen samen te ontdekken, zodat zij een keer de leidinggevende functie binnen de klas kunnen krijgen. Je voelt dat de kinderen het heel graag doen, hè? Spelend leren. Bingel is leerrijk, uitdagend, stimuleert de kinderen om opdrachten te doen. Vorig jaar had ik wel zo'n leerling in de klas die dus echt aparte taken kreeg. Dus ik kon eigenlijk echt op basis van de kennis van dat kind taken kiezen. Leuk. Leerrijk, interessant, motiverend, uitdagend, vernieuwend. De vernieuwde bingel heeft mij op alle vlakken verrast. Een apart verhaaltje voor elk schooljaar. De focus op de oefeningen, de beloningen met trofeeën, met ping-ping. Ze verrast mij op elk moment. Ja. Dus ik zou er zeker vast niks beters van maken. Het is veel meer dan ik verwacht had eigenlijk. Ik heb de presentatie gezien. Dit was stukken beter, groter, fantastischer. Ja, echt wauw. De nieuwe bingel is echt enorm anders. Veel leuker. Je hebt er ook direct zin in om mee aan de slag te gaan. Boeiend en motiverend voor de kinderen. Prikkelt kinderen en taagt uit. Ik heb een dochtertje, die zit nu in het vijfde leerjaar. En als zij voor haar toetsen moet leren, dan vindt ze dat toch wel een karwei. En als je dan kan zeggen van kijk, werk eens een uurtje op bingel en werk er daaraan, dan is dat veel beter te verteren. Als je dingen moeilijk vindt, dan kun je daar eigenlijk op oefenen. Allee, ik heb zo meer dan 70 oefeningen gemaakt en dan ineens kwam er zoiets nieuws. Ik vind het makkelijker. Dat gaat op alles. Op de iPad, laptop, maar niet uit eigenlijk wat. Alleen de iPhone, dat weet ik niet. Het kan een enorme bijdrage zijn voor de nieuwe vorm van het onderwijs. Ik vind dat bingel echt het ideale werkinstrument is voor in de klas. Ten toekomst wordt dat een vaste waarde. Maar voor de kinderen is dat wel top eigenlijk.